Het Duitse Vrouwenwerk heeft in Amsterdam de eerste moederschool geopend. Aan vele Duitse en Nederlandse vrouwen en meisjes wordt hier alle kennis bijgebracht die zij nodig hebben om hun kinderen op te voeden en hun huishouding te voeren. Daar de deelnemers hun eventuele kinderen niet alleen thuis kunnen laten terwijl zij de cursus bezoeken, worden deze in een speciaal daarvoor ingerichte kamer bezig gehouden. Een der eerste vereisten van deze tijd is wel van een oude jurk een nieuwe te kunnen maken. Het kookonderricht leert de moeders en toekomstige moeders hun gezin een gezonde voeding te verschaffen. Al het voedsel in de school bereid wordt door de deelnemsters zelf geconsumeerd. Om hun kinderen prettig bezig te kunnen houden, leren de moeders knutselen. Het voornaamste is natuurlijk de babyverzorging, waaraan zeer veel aandacht wordt besteed.